De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ik kan maar beter gaan. Sorry. Geef niet, begrijp ik wel. Nee, het was stom van me. Ik had je niet onder druk moeten zetten. Dat doe je toch ook niet? Dat is toch heel onschuldig? Het was niet zo onschuldig bedoeld. Nee? Anna, ga nog even mee naar binnen. Ik moet je iets zeggen. Nee, echt niet. Dan kom ik nooit thuis. Ik probeer je niet zomaar te kussen. Wat bedoel je? Maar wist je... Wat dan? Ik ben verliefd op je. Al een hele tijd. Oh jee, nou weet ik even niet meer wat ik moet zeggen. Het liefst hoor ik natuurlijk dat jij ook verliefd op mij bent. Maar daar mag ik natuurlijk niet op hopen. Ik dacht dat jij mij ook wel een beetje leuk vond. Ja, dat is ook zo. Maar zo kort na Steve, ik weet het gewoon even niet. Ja, ik heb tijd nodig. Natuurlijk, begrijp ik. Het gaat ook om Roos. Zeg je alsjeblieft niks van tegen haar. Ik wil mijn verhouding met haar niet nog een keer in gevaar brengen. Nee, ik zeg niks. Ik zeg ook niks tegen die Jan. Je bent zo lief. Gun me wat tijd. Het zal wel moeten. Nu moet ik echt gaan. Dank je wel dat je zo eerlijk bent geweest. Pas goed op jezelf. Kusje. Had ik toch echt een iets vriendelijker ontvangst verwacht. Dat kan niet. Ik heb het te druk. Ja, zou je best kunnen wennen, denk ik. Alleen die computer, Geert, daar moeten we een ander plekje voor zoeken. Wat haal je in je hoofd? Ben ik de vorige keer er niet duidelijk genoeg geweest? De vorige keer was niet zo'n succes, nee, helaas. Wat kom je doen? Waarom heb je me niet even gebeld? Ik ben zo druk vanavond. Leuk lampje. Zelf uitgekozen. Of heeft Helen Helming dat gedaan? Helen Helming? Hoe ken jij die? Hoe ken jij haar? Dat is veel interessanter. Ze is een goede vriendin van me. Hoezo? Goede vriendin. Laten al jouw goede vriendinnen hier zomaar hun spullen rondslingeren. Die is van Anita. Kom je hier het hele huis inspecteren? Maar lieve Gerard, je kunt toch op zijn minst eerlijk tegen me zijn? Oké. Is van Helen. Wat zou dat? Dus Helen is wel een erg goede vriendin. Woont ze hier? Helen is een heel erg goede vriendin. Maar ze woont hier niet. Nou, dan weet je dat ook weer. Dan zal ik je nu uitlaten. Als ze alleen maar een goede vriendin is... Dan staat toch niets van onze relatie in de weg? Ga weg, alsjeblieft. Ik heb hier geen tijd voor. Oh, nee. Maar ik heb alle tijd voor jou. Tot gauw.
Goedemorgen. Oh, jullie zijn allebei in gesprek, zie ik. Sorry. Jij komt voor Daniel? Ja, denk je dat hij even tijd heeft? Ik heb echt geen idee, ik ben zelf bezig. Wil je zelf even koffie pakken? Goed, sorry voor de onderbreking. Waar waren we gebleven? Hobby's. Goed. Wat zijn je hobby's? Ja, ik geloof dat ik al eens heb. Nou, eigenlijk... Goed, dan zie ik je de 17e 4 uur. Ja. Oké, tot dan. Ja, kopjes zitten nog in de dozen, die hebben we nog niet uitgepakt. Dat zie je. Jullie hebben het druk, hè? Ja. Heb je even tijd voor me? Tuurlijk, voor jou altijd. Ga zitten. Zoek je werk als model? Nee, dank je. Ik kom eigenlijk mijn excuus aanbieden. Ik had je niet zo mogen claimen. Oh, je bedoelt natuurlijk dat je zo'n fantastische vracht als mij niet graag wil missen. Begrijp ik best. Nee, serieus. In plaats dat ik je dankbaar ben dat je zo lang in de kelder bent ingevallen, ik had niet zo mogen reageren. Nou, ik ben blij dat je niet meer boos bent. Je bent tenslotte mijn oudste vriendin. Nou, dat zal ik dan maar als een compliment beschouwen. Ja, nou, dat is ook zo bedoeld. Trouwens, ik ga toch niet voor jou weg. Zelfs niet voor Anita. Hoewel dat humeur van de... Gek, hè? Dat is niet normaal voor haar. Ik denk dat er iets aan de hand is. Wat bedoel je? Je moet het me zeggen. Is er iets geweest tussen jou en Anita? Doet ze zo omdat het voorbij is? Oh, lieve helle, tussen Anita en mij? Joh, dat was al voorbij toen ik nog moest beginnen. Nu kan er niks meer misgaan met de hapjes voor mevrouw de Smet. Goh, wat ben jij opeens optimistisch. Weet je ondertussen misschien ook al wat gnocchi zijn? Beter nog. Ik heb iemand gevonden die me gaat uitleggen hoe we het moeten maken. Echt waar? Wie dan? In de Roosboom hebben ze een nieuwe kok, Rob. Die gaat het me leren. Zomaar. Wat heb je daarvoor moeten doen? Niks. Hij vindt me aardig, denk ik. Dat is alles. Goh. Nou, misschien wordt het dan toch nog wat met ons cateringbedrijfje. Ik ben trots op je. Oh, nou ik niet. Wanneer leer jij nou eens een keer je mond te houden? Ik praat in mijn eigen huis zoveel als ik wil. En als jij een ochtendhumeur hebt, dan ga je maar op je eigen kamer ontbijten. Ik heb het niet over vandaag. Ik bedoel dat jij niet alles moet doorkleppen wat ik je vertel. Dat is ook slecht voor je nek trouwens. Waar heb je het over? Zoveel interessants heb je meestal niet te melden. Oh, nee? Dat van die vergiftigde vissen heb je anders maar wat graag doorverteld. Als je niet wil dat anderen dat weten, dan had je zelf je mond moeten houden. En niet zo interessant gaan zitten doen. Ze heeft gelijk. Je hebt zelf je mond voorbij gepraat. Hier, in deze ruimte. Ik was erbij. Nou, waar was ik ook alweer? Oh ja. Ik geloof dat ik er een bewonderaar bij heb. Spannend, hè? Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Oh, het is zo'n stuk. Hij kan me zo doordringend aankijken dat ik er bijna van smelt. Precies Richard Gere in die ene film. Ik begrijp niet wat je in die jongen ziet. Hoezo? Wat weet jij daar nou van? Alles. Dat weet jij ook wel. Diederik in het veld. De vervelendste jongen die er op de krant rondloopt. God, wat stond hij tegen je aan te slijmen gisteren, zeg. Ik werd daar misselijk van. Zou eens wat aan het smerige water moeten doen, hè? Zo heb ik niks aan mijn visvergunning. Dian, ben je thuis? Dian? Ja, goedemiddag met Alberts. Ik wil graag een afspraak maken. Zou dat deze week nog kunnen? Het betreft mijn scheiding. Nee, ik wil het officieel regelen. Nee, die is al de hele tijd het huis uit. Ik weet ook niet waar ze momenteel is. Dus ik moet er zelf gaan zoeken. Ik doe mijn best. Daar hebben we het dan wel over. Ja, tot dan. Hey.
verser krijg je ze nergens. Komen zo uit het water. Door ondergetekende persoonlijk gevangen. Sinds wanneer zit u in de vishandel? Ja, ben je geïnteresseerd of niet? Met zo'n prijs stel je geen vraag. Eigenlijk is dit niet het juiste moment. Mirjam is al meer dan een kwartier te laat. Ja, luister eens, er zijn nog meer restaurants waar ik terecht kan. Maar omdat ik jou een beschaafd man vind, wil ik jou dit buitenkansje gunnen. Wat voor een soort vis is dit eigenlijk? Ja, ik hoef toch niet ook nog eens te weten hoe die dingen allemaal heten. Horen ze er wel zo uit te zien? Ik vind dat ze een beetje een rare kleur hebben. Zeker nog nooit verse vis gezien. Jij koopt zeker alleen maar diepvries. Deze vis die ziet er heel gezond uit. He? Als Mirjam er niet binnen 5 minuten is, dan kan ze opdonderen. Wat zei u? Ik begrijp het al. Meneer herkent nog geen buitenkansje, zelfs al wordt het onder zijn neus gehouden. Nou, graag of niet hoor. Ik raak die vis heus wel kwijt. Nou. Oeh, wat stinkt het hier. Hoe kan dat? Je kan de ene week in de Sahara zitten voor een shooting over badmode en de volgende week in Alaska voor een reportage over skikleding of zo. En dan ben ik wel in het weekend vrij. Ja, natuurlijk, joh. Je hoeft ook alleen maar van 9 tot 5 te werken met een uur lunchpauze natuurlijk. En in december geven we mijn kerstpakket. We doen ons best om je zo goed mogelijk te plannen, maar ik kan niks garanderen. En hoe lang van tevoren krijg ik te horen dat ik weg moet? Een week. Maar het kan ook wel eens een dag zijn. En als ik een andere afspraak heb? Zou je het eigenlijk wel doen, joh. Natuurlijk doet hij het. Hij moet alleen even wennen aan het idee. Ja, tuurlijk. Anders kan je toch altijd weer gaan zwemmen? Misschien zitten de 200 meter er nog net in. Spot er maar mee. Het is wel erg genoeg dat ik nooit meer kan wedstrijd zwemmen. Reden te meer om iets minder kieskeurig te zijn, lijkt me. Rustig nou maar. Hij is heus wel geïnteresseerd. Ja, natuurlijk. Anders zat ik hier toch niet. Nou, wat wij nog meer weten. Mirjam, telefoon, een erop, nog wat. Je maakt het niet te lang, hè? Je bent hier wel aan het werk. Als ik nou ook nog moet toestaan dat al die vriendjes hier naartoe bellen. Maak je nou maar geen zorgen, ik ken helemaal geen Rob. En met Mirjam van der Pool spreekt u? Hoi, met Rob Floor. Rob? De kok uit de Rozenboom, weet je nog? Oh, natuurlijk. Het is best dat jij het past, hoor. Hoe gaat het? Goed. Zeg, je zou nog een keer in onze keuken komen werken. Ja? Dus ja, laten we het afspreken, dan kan ik wat hapjes voordoen. Oh, fantastisch. Wat lief van je. En misschien kunnen we eerst een keer wat gaan drinken? Ik hoef toch alleen maar hapjes te maken? Er staan geen drankjes op de lijst, hoor. Dat weet ik zeker. Ja, maar ik dacht dat we een keer naar het café konden gaan om alvast je menulijst door te nemen. Nou ja, die neem ik gewoon wel mee als we de hapjes gaan maken. Ja, dat kan ook, maar ik dacht dat het handig was als ik van tevoren wist wat je moet klaarmaken. Dan kan ik me alvast voorbereiden. Oh, je bedoelt een soort werkbespreking eigenlijk? Ja, zoiets. Nou, goed idee. Oh, dan neem ik Julie ook mee. Ja, dat is tenslotte wel mijn partner, hè? Oké, goed. Kan je morgenochtend? Ja, dat is prima. Oké, zie ik je dan. Oké, dag. Wat een verrassing. Entree. Heel even maar. Ik wil je iets zeggen. Ik wist dat je zou komen. Kom lekker zitten. Nee, dank je. Ik ben zo ver weg. Maar je blijft toch wel even wat drinken? Hier? Of zullen we beneden naar de bar gaan? Ik wil niks drinken. Ik wil dat je heel goed naar me luistert. Dat doe ik toch altijd? Zeg het maar. Goed dan. Ik wil dat je me niet meer opzoekt. Is dat duidelijk? Je komt liever hier? Geen probleem. We kunnen elkaar ontmoeten waar je maar wilt. Nee, je begrijpt het niet. Ik wil je niet meer zien. Nooit meer. Nooit meer? Maar wat doe je hier dan? Je voor eens en voor altijd duidelijk maken dat ik niks met je wil. Helemaal niks. Wat heb jij toch? Je doet zo anders tegen me dan in Engeland. Zit jou iets dwars of zo? Dan moet je het zeggen. We kunnen toch opnieuw beginnen? Ik wil niet opnieuw beginnen. Het enige wat ik wil is...
Laat me met rust. Het lijkt hier wel een soort dierentuin. Wat bedoel je? Met al die opgeprikte pinguïns onder zijn. Oh. Dat went vanzelf. Dat denk ik niet. Daarvoor ben ik niet vaak genoeg in zo'n omgeving. Komt nog wel. Tenminste, als je goed je best doet. Dan ben ik van plan om je regelmatig mee te nemen. Dit is het programma, hè? Mm-hmm. Interessant, hè? Morgen om 10:00 begint het pas. Kan je lekker uitslapen. Maar er zou toch een forumdiscussie zijn vanavond? Mm. En morgen begint het officiële deel. En die introductiebijeenkomst, die kunnen gewoon overslaan. Is dat zo? Kijk, morgenmiddag is er een discussie tussen mensen uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Daar wil ik bij zijn. Dan zijn we dus veel te vroeg aangekomen. Hadden we net zo goed morgen kunnen vertrekken. Vind je het niet gezellig om samen in zo'n droomhotel te zitten? Geniet er nou maar gewoon van. Alsjeblieft, dan hebben we ook nog een bord met weekspecialiteiten. En ik kan jullie de sliptong aanraden. Met een P. Met een P. Zullen wij ook even samen de menukaart doornemen? Nou niet. Henri houdt me in de gaten. Ik was te laat. Ik kan toch wel wat bij bestellen? Ja, dat wel. Wat wil je? Wat ik echt wil, dat zal ik maar niet hardop zeggen. Dat vindt je baas vast niet zo leuk. Zie mij maar een whisky. Hij is toch weg. We kunnen wel even kletsen. Hey, je bent toch niet van plan je leven lang te laten koeieneren door zo'n flapdrol? Wat dacht jij? Ik ben mijn eigen cateringbedrijf aan het opzetten. Daarom was ik ook te laat. Een cateringbedrijf? Dat is interessant. Misschien kan ik er wel wat mee voor mijn krant. Een artikel over jonge ondernemers of zo. Een artikel? Over mijn cateringbedrijf? Oh, dat zou geweldig zijn. Dan heb ik meteen een priemdinges voor je, een nieuwtje. Ik word momenteel opgeleid door een kok die fantastisch Frans spreekt. Ja, voorlopig zal er wel niks van komen. Maar misschien is het wat voor de komkommertijd, hè? Komkommertijd? Nou, lijkt me een goed idee. Nou, wel, ik weet niet of ze in de Franse keuken wel komkommers gebruiken, hoor. Maar ja, dat maakt niet uit, hè? Wanneer is die komkommertijd ook weer precies? Mijn geduld met jou raakt zo langzamerhand op, hè? Of je gaat nu aan het werk, of je pakt je jas maar. Pik je toch niet zomaar? Je hebt hem toch helemaal niet nodig? En jij kunt kiezen tussen een tafeltje of het gat van de deur als jij mijn personeel opstookt. Oké, man, ik ga wel zitten. En ik hou je in de gaten. Als je er langer dan 5 seconden aan de praat houdt, dan ga je eruit. Ja, ik kom zo. Zeg, kom daar maar mee. Ik ga nog even wat drinken. Ik heb met Roos afgesproken. Nu nog? Pap, we gaan niet zeuren, hè, want ik ben al laat. Gaat de Tweede Kamer beslissen. Nou, schiet hem op. Veel plezier. Wat is er met jou aan de hand? Krijg je tegenwoordig niet eens meer een preek? Nee, want dan mis ik te veel. Doe je straks wel een beetje zachtjes, want ik moet morgen vroeg op. Waarom? Hoezo? Ik ga morgenochtend vroeg weer eens op mijn werk kijken. Nu al? Wat zegt Simon hiervan? Weet ik niet, maar ik voel me prima. Oh ja? Zeg, pap, ik wist niet dat jij zo vooruit was gegaan. Is er soms wat gebeurd? Ik heb een kleine inzinking gehad, maar dat is nou weer over. Prettig, toch? Ja, heel prettig. Ben je verliefd? Ik? Waarom zou ik verliefd zijn? Ik hoef toch niet verliefd te zijn om me prettig te voelen? Ik ben toch geen puber? Oh, dus er is zomaar ineens niks meer aan de hand. Dat maak je mij niet wijs. Oké, op wie zou ik dan verliefd moeten zijn? Nou, dat zou je zelf wel beter weten dan ik. Er is niks aan de hand. Oh, nee? Waarom heb je dan de echtscheidingspapieren aangevraagd zonder het mij te vertellen? Ach. Waar een avontuur met je open en eerlijk met elkaar moet aangaan. Wat heeft dit te betekenen?
Ik dacht dat ik duidelijk was geweest. Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat ik je niet meer wil zien? Wordt het niet de tijd dat je rekening met mij gaat houden? Tot nu toe heb je het alleen maar over jezelf gehad. Nu ben ik aan de beurt. Ik heb je niets meer te zeggen. Maar ik jou wel. Je kunt me niet zomaar dumpen wanneer jou dat uitkomt, Gerard. Jij weet net zo goed dat wat wij hadden niets voorstelde. Ik heb jou nooit iets beloofd. Dat is nou weer typisch zo'n mannenopmerking. Je zult wel vinden dat ik door de Britse preutsheid ben beïnvloed. Nou, dat valt wel mee. Maar mij behandel je niet als een stuk vuil. Ik laat me niet gebruiken en vervolgens als stront er een blees spoelen. Nou, overdrijf je wel erg, hè? We wisten allebei waar we aan toe waren. Ik heb daar nooit enige onduidelijkheid over laten bestaan. Jij niet, nee. Jij hebt dat nu toch alle spelregels bepaald. Dat is dus nu afgelopen. Oké. Zeg het maar. Wat wil je van me? Ik wil weten wat je hebt met die Helen Helmink. Of je mij hebt laten barsten voor haar. Dat gaat je helemaal niets aan. Het is voorbij tussen ons. Over en uit. Dus die Helen? Hou nou toch eens op over Helen. Zie dat nou toch eens in. Accepteer die situatie nou eens een keer. En als ik je beledigd heb, dan spijt me dat. Want dat is nooit mijn bedoeling geweest. Je hebt er spijt van. Ja. Ik bedoel dat ik kennelijk de verkeerde verwachtingen heb gewekt. Ik kan je niet dwingen om van me te houden. Toch? Ik had hier niet moeten komen. Ik zal je uitlaten. Ik kwam nog even wat rusten wensen.